want het is weer borreltijd, een Late Night Nederland 3 programma waarin geborreld wordt met hapjes erbij. En vanavond extra lekker met zure haring. Paak dat u er weer bent. Ja, het zit weer borrelvol prietpraat en baktips en diverse pluimage aan diverse mystery guests die de metamorfose ingaat. Hi Ellen, wat zie je er weer kek uit vanavond. Hi Peter, jij ziet er ook helemaal te kek uit. De krokusvakantie staat voor de deur, maar ik vind het nogal chilly buiten. Dus ik denk, ik ga een gloeibier voor je maken. Goed idee, Peter. Wat heb je ervoor nodig? Koffiezetapparaat, bier. Bier gaat in het koffiezetapparaat. En dan gooi je een sinaasappel en een citroen, waar je wat kruidnageltjes in geprikt hebt. En een kaneelstokje gaat erin. En je zet hem eronder. Je zet het koffiezetapparaat aan. Maar voordat je het aanzet, moet je het wel altijd even schoonmaken, uitkoken met wat bleek. Want anders gaat het gloeibier naar koffiesmaak. En dat is de bedoeling niet. En je laat het trekken. Het onderwerp voor vanavond is relaxen. Dus relaxt u wel eens. Of kent u iemand die er relaxed uitziet? Bel ons dan. Of kent u misschien iemand die helemaal niet kan relaxen omdat hij per dag zo'n 24 koppen koffie drinkt? Vinden we dat ook leuk om te horen en om over te praten. U kunt er een leuke elektrische crap kookplaat mee winnen, waarmee u in een handomdraai de meest heerlijke crap sujets tevoorschijn tovert na het eten. Ellen, ik had al een vat in het vorige fust. Kijk uit, het is warm. Proost, chin chin, ciao, cheers, cheerio, en dat is mama gesmaakt. Ja. Zo, relax jij veel, Ellen? Ik relax wel eens. Ik heb afgelopen weekend nog gerelaxed. Ik ben samen met Mireille Bekooy naar Thermo 10.000 geweest. En was het relaxed? Nee, want we zijn er eigenlijk nooit aangekomen. Ter hoogte van Geleen is mijn vouwfiets van het dak gevallen. En toen moest ik dus helemaal vanaf Roermond teruglopen langs de vluchtsloop om hem te zoeken. Ja. Ik relax altijd het meest als ik de vuile was ophaal van de korfbalclub. Als we uitgekorfbal zijn, dan ga ik altijd even de warme broekjes ophalen. En als ik die dan in de wasmand gooi, dan komt er een bepaald soort damp van die broekjes af. En dan word ik helemaal high van relaxedheid. Mm. Nou, u hoort het, er valt heel wat te vertellen over relaxen. Bel ons. Zo, Peter. Enig idee wie onze mystery guest is? Ik heb geen flauw idee. Nou, kom op, Peter. Zeg iets. Ik heb een beetje een bekende Nederlands blackout. Ik kan nergens opkomen. Hé, Peter, joh. Laat me niet zitten. Noem mijn naam. Zeg iets. Ik weet het niet. Ko van Dijk. Is het Ko van Dijk? Nee, het is niet Ko van Dijk. Peter, je wordt steeds slechter in dit spelletje. Ja. Nou, terwijl jij nog een paar stomme fouten maakt, gaan wij verder kijken naar een Teliac-cursus. Sombreros. Sombreros, José. Sombreros. José is vandaag naar de markt geweest. Kijk maar, hij heeft een boodschappentas met lekkers. We zijn benieuwd wat José allemaal gekocht heeft. ¿Qué soy, amigos de Bascos? Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? ¿Qué soy, amigos de Bascos? Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Ja, José, laat maar zien wat er allemaal in je mandje zit. Een appel. Een peer. Een pak wc-papier. Een pak wc-papier. Een peer. Een appel. Wat heb je in je hand, José? Unos papas. Een appel. Unos papas. Een appel. Unos papas. Een appel. A papas. Appel. Wat heb je nu in je hand, José? Unos peperas. Een peer. Unos peperas. Een peer.
Unas peperas. Een peer. Peperas? Peer. Wat heb je tot slot in je hand, José? Unas paquetas papuras papiras. Een pak wc-papier. Unas paquetas papuras papiras. Een pak wc-papier. Unas paquetas papuras papiras. Een pak wc-papier. Papuras papiras. Wc-papier. José heeft 3 artikelen gekocht. Een pak wc-papier, een peer, een appel. We gaan nu 2 dingen vasthouden. Een pak wc-papier en een appel. Wat heb je nu in je hand, José? Unas papas e unas paquetas papuras papiras. Een appel en een pak toiletpapier. We gaan nu een appel en een peer vasthouden. Wat heb je nu in je hand, José? Unas papas e unas paquetas papuras papiras. Ja, nee, José. Je hebt nu een peer en een pak toiletpapier vast. Leg dat pak toiletpapier eens weg en pak die appel eens. Je zou een appel en een peer vasthouden. Unas papas e unas paquetas papuras papiras. De paquetes papuras papiras is wegleggen, José, en pak die peros eens. Peperos. Unas peperas e unas paquetas papuras. Nee, José. Een appel en een peer. Pak de appel en doe de paperos. Put de paperos away. Peperos? Hij snapt het niet. A papas. E papas e unas paquetas papuras. Nee, José. A papas en peperos. Niet de papieres. Papiros. E unas peperos. E unas peperos. E unas paqueros papuros papieros. O unas apapos. E unas paqueros papuros. O unas apapas. Unas peperos. O unas peperos. Unas apapos. Paqueros papuros. José, wat heb je nu in je hand? Niets. Goed, José staat met lege handen. Volgende week is José bij de drogist geweest. En wat houd je dan in je mandje? Unas papas, unas peperas e unas paquetas papuras papiras. Nee, dat heb je nu uit je mandje gehaald. Volgende week ben je bij de drogist geweest. Si. Ciao. Karel van Dijk? Nee, Peter, nog steeds niet. Het lijkt wel op Karel van Dijk een beetje. Nee, maar het is hem toch echt niet. Ja. Het is namelijk Leonie Sazias. Oh, wat zeg ik nou? Hi, hallo. Hallo. Kom binnen, doe je jas uit. En hoe drinkt Karel van Dijk zijn blue bier? In een glas, lekker heet, met een extra pijpje kaneel. Ga ik voor je klaarmaken. Leonie. Fijn dat je zo op tijd bent. Ja. Heb je de weg naar de studio makkelijk kunnen vinden? Ja, ging best. Ja hoor. En heb je al krokus of kokusvakantie? Nee, dat nog niet. Oh, nee, wij ook niet. Ja, lekker, dank je. Nou, jongens, proost. Proost. Leonie. Heel gezellig. Goh. Leonie, je hebt iets dierbaars van thuis meegenomen, hè? Maar dat mag je nog even bijhouden. We gaan eerst de vragen stellen waarbij je moet antwoorden zonder na te denken. Denk je dat je dat kan? Antwoord geven zonder na te denken? Nou, dat doe ik meestal. Ah, oké. Goed, komt de eerste vraag. Mijn lievelingskleding is? Een spijkerbroek. Voor het slapen gaan doe ik altijd eerst? Een pyjama aan. In mijn vrije tijd doe ik het liefst? Breien. Ja, wat brei je dan? Truien. Ah, en die draag je ook zelf of brei je voor anderen? Allebei wel. Van mijn uiterlijk ben ik het minst tevreden over? Mijn neus. Ah. Lemmy, ik zou het liefst een avondje uit willen met... Met Gérard Depardieu. Ja. Zou ik wel een avondje mee uitvoeren. Ja. Wie is dat? Is dat niet die Bill van Dijk speelt? Is die lange, grote Franse acteur. Hij heeft Pinocchio gespeeld? Nee.
Hij heeft gespeeld met die neus. Nee, volgens mij niet. Was hij dat niet? Dat was hij heeft geen neus. Hij speelde onder andere in 1492 en in Green Card. Ah, oh ja. Maar het kan zijn dat hij Pinocchio ook gedaan heeft, dat ik dat gemist heb. Dat weet ik niet. Ik dacht dat hij Pinocchio had gedaan. Ja, ik weet het niet. Ik ken hem niet. Ik weet nou dat hij geen neus heeft, maar ik ken hem niet. Ik word misselijk van... autorijden. Als je zelf rijdt of als je achterin zit? Of... als ik achterin zit. Als je zelf rijdt? Niet. Bij mij hangt thuis aan de muur... een reproductie van... van verschillende artiesten. En is dat dan geschilderd op olieverf of op acrylbasis? Waterbasis? Het is waterbasis. Waterbasis. Ja. Lekker joh, dank je. Alsjeblieft, nee, maar hoor, er is genoeg. Ja. Als ik het nog eens over zou moeten doen, dan zou ik... Dat zou ik nog eens over doen. Ook zo'n moeilijke vraag. Weet je wat? Is toch, sommige dingen zijn best moeilijk als je er niet over na mag denken. Deze vraag mag je even nadenken. Oké, nou, wat zou ik nog eens over willen doen? Ik zou de bevalling van mijn tweeling nog wel eens over willen doen. Dat kan ik me voorstellen. Heb je de bevalling opgenomen op video? Ja. Kijk je er veel naar? Nee, maar ik vind het wel leuk om het te hebben. Doe je het dan fast forward of doe je het dan juist lekker langzaam? Nee. Ik vind het gewoon, ik kijk er ook niet vaak naar, maar ik vind het gewoon, lijkt me ook voor de kinderen wonderlijk om later te kunnen zien hoe je op de wereld bent gekomen. Ja. Goh. Gek, hè, dat het kan. Ja. Tegenwoordig. Kinderen krijgen? Dat... oh, video, ja. Mijn telefoonrekening per maand bedraagt. Per maand? Het is meestal per 2 maanden. Per maand zal het zo 300 gulden zijn. Ja. Met wie bel je het meest? Mensen voor mijn werk. En mijn moeder. Leuk, hè, je moeder bellen. Ja. Ja, ik doe het ook, hoor. Oh ja? Ja. Ja, hoor. Het is nooit in me opgekomen om mijn moeder op te bellen. Hij zou het best eens kunnen doen. Ik woon met ze woont bij me in, maar ik heb wel een huistelefoon. Mm. Maar als ik te roep, dan roep ik gewoon, joehoe, dan ga ik er niet bellen. Mm. Maar ik zou het wel kunnen. Ja. Ik geef het meeste geld uit aan... mijn huis. Mijn jaarinkomen is... Dat vertel ik niet. En waarom wil je dat niet vertellen? Dat heeft niemand wat mee te maken. Gek, hè, dat mensen... Ja. Ik wil best vertellen wat mijn jaarinkomen is. Ja. Maar... Nee, ik ben er nog niet... Daar is toch een taboe op? Ja, ik ben nog niet door dat taboe heen. Alsof ze stiekem niet willen vertellen hoeveel ze verdienen. Omdat dan bijvoorbeeld mensen... grotere cadeautjes met hun verjaardag verwachten. Ja. Dat ze dan weten van Leonie verdient zo. Maar Leonie, schaam je ervoor dat je te veel of te weinig verdient? Eerder te weinig. Mm. Mm. Ja. Mm. Nou, Leonie, wat is je favoriete bolhapje? Haring. Zalm vind ik natuurlijk lekker, maar haring vind ik ook heerlijk. Zuur zeker? Ja. Ja, ik ook. Rom op. Zuur. Of op een toosje. Ja, lekkere zure haring. Ja. Ja, het water loopt nu in de mond. Ik ga even kijken of er een pot in de koelkast staat. Zure haring. Nee, Joenie. Kijk je veel televisie? Redelijk veel, ja. Wat is je favoriete tv-programma? Sportprogramma's. Ja, ben je sportief? Leuk. Nee, maar ik mag er wel graag naar kijken. Ja, nou, we gaan er maar naar een stukje sportief kijken. We gaan kijken naar een documentaire over de organisatoren van de Gay Games. Huck en ik waren in Amsterdam bij het landelijke COC voor de organisatie van de internationale Gay Games. En toen zei ik van, nou, zou het niet een hartstikke leuk idee zijn om iets te organiseren voor na afloop van de Games, hè? Iets waar iedereen aan mee kan doen. Nou, dat is aangeslagen als nou, een bom. Nou ja, iedereen, alleen homo's en lesbos. Ja, natuurlijk. Nee, de bedoeling is gewoon dat we lekker ongedwongen, zonder competitie-element, met je lijf bezig bent. Ja,
Voor iedereen, dus voornamelijk ook voor de ouderen. Nou, en dat sloeg in als een bom. Iedereen was enthousiast. En toen zeiden ze van het organisatiecomité van nou, organiseer maar. Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk om te horen dat wij hier met ons kleine COC'tje in de groeikern Twello dat moeten organiseren. Is natuurlijk een hartstikke grote eer dat toch straks Twello Gay Capital of the World is voor een week. Ja, het gewoon lekker internationaal met je lijf bezig zijn. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Kijk, als we nou vinger in de hoed en zakdoekje leggen, achter elkaar zetten op de atletiekbaan, dan kan in de sportzaal 100 meter harsen voor dames tegelijkertijd worden gedaan. En dan kan het zwembad intussen worden schoongespoten door vrijwilligers. Ja, maar dat kan ik dan niet coördineren. Want dat is dinsdag en dinsdag doe ik mee met het post als hoogwerper. En je staat, Fons, ingeroosterd op dinsdag. Dat vind ik een van de leukste onderdelen die er zijn, het post als hoogwerper. Het bestaat uit drie verschillende categorieën. En ik zelf doe mee met het in de middenklascategorie. Dat is posttassen van meer dan 2 kilo. En het dames watervingeren, dat valt gelijk met heren watertrap in het sportfondsenbad. Een posttas hoogwerpen voor de lichtgewichtklasse, daar vind ik niks aan. Dat zijn vaak van die vrouwelijke types die eraan meedoen en daar heb ik geen aansluis mee. En de categorie van de zwaardere, dat is niet het post als werpen, maar meer echt de beauty case. Daar had ik wel aan mee kunnen doen, maar ik vind dat weer leuker om naar te kijken. Maar Fons, hoe zit dat? Het watertrappen voor heren valt tegelijkertijd met het dames watervingeren. Ja, maar het is geen watertrappen, het is watergolven. Nou en? Het zit allebei in het sportfondsenbad. Ik zat trouwens eventjes voor. Ja, maar er wordt niet gewatergolfd in het sportfondsenbad. Er wordt gewatergolfd verspreid over de diverse kapperszaken in Twello. Dat is dinsdag. En dinsdag is het moederdag voor mannen. Go! En kijk in godsnaam uit, hè. Het is kalfsfeer. Hij is nieuw. Nou, ga maar zoeken. Doe het zelf. Je hebt de leren broek aan. Nee, wacht. Pak me. Zij wel al met Puk. Nou, zitten we nog met het probleem van de t-shirts? Ja, inderdaad. Er zijn een aantal onderdelen voor dames die naakt gedaan worden. Maar volgens mij zit het allemaal al vol. Dit is een van de ontwerpen die is binnengekomen. Er is nog een open inschrijving voor turnen zonder broekje. Deze vind ik heel erg kan leuk. Kan ik je daarvoor noteren? Oké. Okay. En dit is voor mij de winnaar, maar ik mag dat niet beslissen, want dat wordt in groepsverband besloten. Je moet niet kijken naar het wit. Annemarie? Want het wordt in rainbow colors gedrukt allemaal. Hè? Dus je kan kiezen welke kleur en bij je past. Van achter? Hoe spel ik dat? G-R-E-W-E-L. Annemarie Gerwel. Goed. Je staat genoteerd voor turnen zonder broekje en daarna is vrij naadje. Nou, krijg ik het nooit meer goed. Ach, wel waar. Het was wel mooi met wedstrijdtas. Zo, Leni, kijk eens, lekkere zure haring. Heerlijk. Ben je dol op, hè? Ja. Ik ook. Van die leuke vlaggetjes voor ook, hè? Ja, die heb je inderdaad. Maar die had ik niet. Hoe? Zo. Ja, ik ben verbaasd. Ik heb ze in de magnetron gedaan. Eigenlijk. Nee. Ik heb ze buiten de koelkast bewaard. Oh, ze zijn erg warm. Nou, nee, lekker hoor. Je hebt iets dierbaars van thuis meegenomen, ja, hè? Nou, voor de dag ermee. Even een slokje, want haring moet zwemmen. Ik heb een plaatje meegenomen. Dit is van de Lambada. Ja. Omdat ik hier mijn man op heb ontmoet tijdens de... Op de Lambada.
Ja, hebben we tijdens de skivakantie. Dat was zo'n bonte avond. En ja. Nou, daar heb ik hem eigenlijk voor het eerst gezien. En hebben we ook op gedanst op dit nummer. En nou, daarna heb ik het gekocht. Goh. Ja, misschien kunnen we straks dansen op het plaatje. Ja. Leni, ben je zenuwachtig voor die metamorfose? Ja, best wel. Ja, het is toch altijd spannend natuurlijk. Ja, denk je dat je haar eraf gaat? Ik weet het niet. Ik zou het wel leuk vinden als er wat rigoureus gebeurde met mijn haar. Ja. En ik wil ook graag iets wat een beetje, wel echt een beetje mooi is. Ja, ik ook. Dat zou ik ook willen, dat er gebeurde. Ja. Nou, ga je mee? Ja, goed. De culturele uitgaanstips. Er is weer ontzettend veel te doen in cultureel minder Nederland. Ik ben naar een voorstelling geweest in de Stadsgehoorzaal in Zwolle. En ik ben daar naar een cabaretvoorstelling geweest van in de Rai. Een heel weekend lang open keukens bekijken. Nou, daar gaan we naartoe. Heel leuk. Er is speciaal zelfs een afdeling met open keukens uit de derde wereld. Ik zie daar een pannetje op een houtvuurtje staan. We gaan er naartoe. Maar wij gaan er eerst even tussenuit voor een commerciële borrel break. Blijf bij ons. Bremer Transplant, een nieuw gezelschapsspel van Cluedo. Speel nu doktertje met het hele gezin met de Ria Bremer orgaandonorpop. Een spannend spel op leven en dood. Ben jij in staat je nieren af te staan? En komen ze wel op tijd? Sta je hoog genoeg op de wachtlijst voor een open hartoperatie? Ai, je linkerborst moet worden afgezet. 10 strafpunten. Dat gaat goed. Een bonus. Gratis neuscorrectie en een vetafzuigbeurt. En je mag een ruilhart pakken uit de Ria Bremer orgaandonorpop. Beland je gezond en wel bij af? Of moet je verschijnen voor het Medisch Tuchtcollege? Bremer Transplant. Een opwindend, educatief spel voor het hele gezin. Nu met gratis piepschuimbox met 3 kunstnieren. Van Cluedo. Ja, Roberto. Leonie heeft gecombineerd probleemhaar, hè? Ja. Dus je gaat iets heel rigoureus doen. Ja, dat gaan we ook doen. Ja. Ik heb gedacht om een dubbelkut te gaan knippen. Een dubbelkut? Ja, dat is tweezijdig knippen eigenlijk. En dan wordt dit helemaal opgeknipt. Ja, niet te kort, hè? Nou, wat toch afspraken om toch tot hier te knippen. En waar zit die dubbelkut dan? Dat zit ongeveer bij dit gedeelte. Bij de slaap tot aan de benedenkruin. En dat wil ik dan ook helemaal mooi asymmetrisch gaan feunen. Ja. En ook knippen. En dan denk ik wel dat het wel goed zou staan. Ja. Denk ik. Of vind je het zelf? Ja, ik wou het toch wel graag onder mijn oren houden nog. Ja. Misschien ga je van verdachte veranderen. Hè? Nou. Dat is best wel, als je er zo kijkt. Best wel mooi. Hè? Vind je niet? Zulke rare oren. Ik denk dat het wel leuk staat hoor. Lekker stuk van je haar af. Ben je zenuwachtig dat je een dubbelkut in je nek krijgt? Ja, best wel. Ja? Ja. Ja, zou ik ook zijn hoor. Het zit in je nek en heb je zelf helemaal niet zo'n zicht op. Het is toch ineens een dubbelkut erbij. Ga je nu knippen, Roberto? Ja, ik denk het wel. En die schaar die is zeker van dokter Kriebel? Nee hoor, het is gewoon mijn eigen schaar. Oh. Dus, En wat gebruiken we dan van dokter Kriebel? Voor de make-up bedoel je, hè? Ja? Ja, we gaan ook... Een huidcreme van dokter Kriebels misschien? Ja, dat gaan we ten eerste erop doen. En dat is die nieuwe anti-wrinkelcreme. Oh ja. Dat is zeker heel goed voor de huid. Ja. En daar doen we hydrogel op. Ja. En dan gaan we gelijk met, denk ik, groene kleurtjes, hè, hebben afgesproken. Vind je dat leuk, groene kleurtjes? Beetje wat bij mijn kledingkast. Ja. Een beetje eyeliner en dan ik denk wat dat goed past. Ik ben ook heel erg nerveus. Nou, we gaan terug naar Peter. Ik zie je straks. Ja. Een heel leuke uitgaanstip voor als je thuis op de bank wil blijven. Verschenen op koopvideo. Het gehele oeuvre van Bert Haanstra in een kalfslederen opbergsysteem. We gaan even kijken naar een fragmentje uit Bert Haanstra's klassiekers Fanfare. Thank you.
Overal waar je kijkt, water. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand in dit o zo vredige dorpje dat omringd wordt door water. Maar als je dat nou gezetter kijkt, hey, van Puntera, haast je, de repetitie begint zo. Ja, ik weet het. Hey. Ik heb een nieuwe tuba. Kijk uit! Oh, 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 oh. Een nieuwe tuba. Dus ik zag nog, kijk uit van Punteren. Maar hij luistert niet en er valt zo'n pardoes achterover in het water. Nou, jullie moeten straks niet lachen als er water uit zijn tuba komt. Mensen, het concours dat gaan we winnen, hè? 1, 2... Stil wordt het natuurlijk bij lange na niet meer. Hoor, de repetitie is heraangevangen. Dat klinkt niet slecht. Misschien toch een eerste prijs straks op het concours? Zelfs zonder van Punteren. En borreltjes. Nou, het is een gekkenhuis hier. Er wordt onnoemelijk veel gebeld over ons thema relaxen. En we hebben zelfs extra telefonistes in moeten zetten. Je kan ook bellen als je vragen hebt aan Leonie Sasius. Hoe zij relaxed en wanneer zij relaxed. En ik geloof dat we eerst de bellen al binnenkrijgen. Gemma? Gemma uit Roermond? Ja, hallo. Je bent live in de uitzending. Zeg het maar, Gemma. Ben je relaxed? Nee. Nee, je bent niet relaxed. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik in elkaar geslagen word door mijn vriend. Sla je dan terug? Nee, had ik wel gedaan, maar dat heeft een averechtse werking, want dan gaat hij mijn kinderen slaan. Oh. Goh, je hebt kinderen. Ja. Hoeveel? Twee schatten van kinderen, en die slaat hij.
Ja, en waar slaat hij mee? Met zijn handen of met ja, hij slaat met zijn handen. Of als hij het helemaal niet meer onder controle heeft, dan gaat hij gooien met dingen. En ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer, Peter. Wat weet je niet meer? Nou, hoe ik verder moet. Ik ben zo bang dat er vandaag of morgen iets ergs gebeurt met de kinderen. Ja. Ja, nou, wat moet ik doen? Ik ben gewoon bang. Ik weet even zo gauw niet wat ik moet zeggen, Gemma. Ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen, maar hij houdt gewoon niet op. Ja, ik ben ten einde raad. Ja. Die kinderen die worden de hele dag geslagen. Nou, Gemma, jij krijgt die elektrische crepe-machine. Oh. En dan kan je lekkere crepes chaussettes mee maken. Oh, nou, daar ben ik eigenlijk. Zo. En dan gaan wij in de tussentijd kijken in het fotoalbum naar een groepje naaktlopers. Nou Peter, ik kan wel janken van nieuwsgierigheid. Ik heb er overal jeuk. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, ik ook. Een heleboel kijkers hebben gebeld en die waren ook allemaal heel erg zenuwachtig van hoe zouden ze eruit zien. Nou, zullen we er maar bij halen? Ja. Leonie, laat jezelf zien. Kekke kittige kordate uitstraling heeft die Leonie Sasias ineens, nu ze van haar gecompliceerde probleem haar verlost is. Heel verleidelijk hoe ze daar met de double cut staat te pronken. Leonie heeft puntknieën, maar door dat mintgroene broekrokje van Kip en Hans zie je er niks meer van. Ze kan in haar deupje zo als gastvrouw optreden op een Duitse of Franse Boeing 747. Nou, wie zou er niet een avondje uit willen met Leonie en haar dubbele kat? Nou, fantastisch. Ongelooflijk. Wat een metamorfose. Je lijkt bijna niet meer op Ko van Dijk. Nee. Nou, ik moet je zeggen dat ik er zelf ook echt heel erg blij mee ben. Ja, kan me voorstellen. Ja. Zou ik ook zijn. Hey, vooral met dit splitje hier en zo. Maar vind ik wel iets te kort. Ja? Ja, ik heb echt zo gecombineerd probleemhaar dat het wel beter is zo. Ja. Ja. Heb je dat overal? Ja, maar hier is het natuurlijk het ergste, hè? Want er zit het zo in zicht. Maar het groeit natuurlijk wel eens vrij snel weer aan. Hoe denk je dat je partner reageert? Ik denk dat hij het wel heel spannend vindt. Ja. Oh, ik krijg door dat we moeten er bijna een eind aan draaien. Hartstikke bedankt. Je krijgt natuurlijk ook de borreltijdschakelaar en je kan je pick-up erop instellen. Dan kan je je plaatje draaien. Leuk, ja. Hartstikke leuk. Dank je. Nou, en je krijgt natuurlijk ook het borreltijdschrift mee naar huis. En er zit een kortingsbon in voor Adu Kasian. Hou je van Indonesische liedjes? Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, hartstikke leuk. Zeg. Ja, veel plezier ermee. Nou, wij gaan nadansen. Ja, we gaan afsluiten. We moeten eruit. De tijd is op. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. Nou. Ja. Ik vind het lekker. Nummer 3, hè? Zou ik uren kunnen volhouden, dit? Heb jij dit ook, Lenny? Ja, vooral op deze plaat. Hartstikke lekkere muziek. Thank you.